Hallo en leuk dat jullie kijken bij een nieuwe video. De eerstejaars acteurs hebben project intro gehad en wij hebben dit gefilmd en we nemen jullie nu mee in dit traject. Project intro bestaat normaal uit muzikanten die een muzieknummer voordragen, acteurs die een theaterstuk spelen, er wordt gedanst en er wordt gezongen in koor. Helaas, in verband met corona moeten we sommige dingen gewoon schrappen, zoals in koor zingen. Dat is gewoon, ja, helaas kunnen we dat gewoon niet doen. Maar we hebben het toch proberen door te laten gaan en daarom bevind ik me nu in het danslokaal. Want omdat dans eigenlijk een contactsport is, mogen ze nog wel dansen. En ze hebben een dans voorbereid onder leiding van theaterdocent Ellen Kremers. En die ga ik jullie nu laten zien. In dit lokaal zijn de theaterpresentaties geweest onder regie van Lot van der Heijden. Doe het zelf, jongen. Ja, maar dat kan ik niet, dat durf ik niet. Dat is lach. Ja, maar jij bent toch mijn vriendin, mijn maatje? Kom op, zeg, nee. Nee, mijn maatje niet dan. Jawel, maar... Kom op, alsjeblieft. Wat moet ik zeggen dan? Ja, lul maar wat. Ik bedoel, dat kun je toch zo goed? Je bent toch ook haar beste vriendin? Ja, dat ken ik. Als alles in het honderd loopt, kan ik overal even zorgen. Nee, maar ik regel alles. Jij hoeft niks te doen. Waarom moet dat nou? Ik regel alles. Dat hoeft helemaal niet. Ik doe dat soort dingen liever zelf. Je kent me toch? Maar we gaan geen boodschappen doen in het weekend. Mag ik dat zelf uitmaken? Ja? Ja? Nooit thuis gevoeld in dit land. Nooit thuis gevoeld hier. We gaan een weekendje weg. Verrassen. Ik wou het je eigenlijk niet vertellen, maar cadeautje, weekendje weg, Scheveningen, hotelletje, de pier, strand, uit eten, museummestdag, shoppen, circus, theater, musical, drankje doen, genieten, uitslapen. Verrassing. Niet doen, auw. Hou op. Oh, sorry, dat kan niet. Wat? Dit doe je toch niet bij je eigen vriendin? Normaal idee. Kijk naar me, vind ik dit prettig?
Niks begrijpen jullie. Als ik daar ben, dan wil ik hier zijn. Als ik hier ben, wil ik daar zijn. Nergens dus. Als je het goed bekijkt, zeggen ze dat je welkom bent. Zeggen ze dat alle kansen open liggen. Bedoelen ze dat je kansloos bent. Het is gewoon moeilijk lopen. Als je met de voet in de klei vast zit. Dit is sommige rot, man. Echte zussen respecteren elkaar. Ik je lief afpakken? Belachelijk. Die maffe Wim? Iedereen dans bij me. Wimpie hier, Wimpie daar. En hij maar kruipen. Maar nee, deze hier. Die is pas 16. Dus, een paar jaartjes genoeg. Ik haat je! Start voor dank is dat. Pak je boeltje en vertrek. Je bent bijna 17. Ik was zo weg thuis. Ik snij je tong af. Zoek een kamer. Zoek werk. Ik hou van je. Daarom moet ik dit wel doen. We moeten dit samen doen. Dus werk er maar gewoon mee. Nee, ik wil hier helemaal niet aan meewerken. Ik doe volgens de richtlijnen van het. Ach, hou toch op over je richtlijnen en regels. We leven in een vrij land. Ik bepaal mijn eigen regels en ik kus en omarm wie ik wil. Precies, ja, dat doe je. Oké, nu is het uit! Uit! Hoor je wat ik zeg? Ik krijg het heen en weer van jullie! Zorg je het maar voor jezelf! Vond je deze video nou leuk? Vergeet dan niet te abonneren op ons kanaal. Ja, zo blijf je op de hoogte van onze opleidingen en ja, wat we doen. En wat moeten de kijkers doen om ons nog meer te volgen, Brenda? Instagram. Op Instagram en op Facebook. Ja, nou, wij wensen jullie nog een hele fijne dag. En 5, 6, 7, 8... Nee. Dat is heel slecht.